Welkom iedereen bij de derde marge van de Belgium Max Challenge. We zijn hier in het zonnige Kerpen. We zijn bijna half seizoen en ondertussen beginnen de kampioenschapsstanden zich af te tekenen. We gaan kijken op het einde van deze wedstrijd vanavond hoe de tussenstanden zijn in de verschillende klasses. Veel kijkplezier! En Jaco, het lijkt weer allemaal goed voor elkaar dit weekend, hè? Ja, we hebben niks te klagen. Minimax is gewonnen, junioren 1 en 2, dus ja, beter kan niet. Ja, nou, spannend. Senioren. De senioren hoop ik ook goed. Ja, ja. Hoe is het met elkaar gegaan vandaag? Ja, het kan altijd beter natuurlijk, hè? Zoals elke papa dat ook graag wilt. Maar goed, ja, het is vooral genieten. En ik denk dat het heel zwaar is voor hem. Hij is 9 jaar, heel licht en al heel veel lood aan die kaart. Nee, hoe staat het ervoor bij GKS vandaag? Laten we zeggen dat we er niet goed voor staan. Op het moment hebben we technisch alles onder controle. Er zijn er driver-wisely wat dingen die we zeker moeten bijsturen. En dat is moeilijk. Je werkt met kinderen en je moet kijken hoe dat je daarmee omgaat om die toch nog ook voor de rest van de dag gemotiveerd te houden. Good drivers here and they give always a maximum. You see the quality of the drivers and the senior here. Yeah, it's very amazing. Yeah, it's amazing, yeah. Yeah, junior as well, mini as well, we have a nice competition. Yeah, of course, yeah. Tight. When you do one mistake, you're just on 10th position, you lose one. It's really, really hard. En Tim, hoe staat er voor vandaag? Redelijk. In de senioren gaat het redelijk wel. We hebben de piek niet van de banden gehad met de rijders. Maar ja, daarna zaten we toch in dezelfde tijd het terrein als de jongens. Dus de wedstrijd gaat het bepalen, denk ik. Een mooie baan natuurlijk voor deze wedstrijd. Speciaal ook, hè. Niet iedereen komt hier veel trainen. Dus we gaan er wel veel van op uit dat we ook voordelen hebben hier. De heren van de Parc Fermé, hoe gaat het vandaag? Warm, hè? Heet? Ja, voorlopig nog wel. Het gaat heel goed. Geen fraude op de banden? Nee, voorlopig niet. Helemaal niet. Ze zijn braaf. Wij ook. Als je zo blijft doorgaan, dan moet je dadelijk een extra kamer reserveren thuis voor je pap. Ja. Al die bekers. Want als je op dit tempo verder gaat, dan ga je er heel veel gaan halen. Mooi gereden, proficiat. Ja, dankjewel. Ja, ik wil nog het team Slangenkorting bedanken en mijn vader voor het sleutelen. Ja, heel goed gedaan. Ja, dankjewel. Dankjewel. Mike, vandaag weer al 2-2, hè? Ja, zeker. Niet 3-3, want we hebben wat tegenslag gehad met het weer, maar 2-2, proficiat. Ja, dankjewel. En het kampioenschap ziet er heel goed uit, denk ik, hè? Ja, het ziet er erg goed uit. Ja. Kan bijna kampioen worden. Ja, nog een paar wedstrijden en dan weet je het misschien al. Ja. Ja, doe zo verder, zou ik zeggen. Ja. Proficiat. Dankjewel. Hey Sam, eerste wedstrijd in de BMC, geloof ik, hè? Ja. Gelijk podium. Ja, dat wel, ja. Veel getraind hier of ging dat vanzelf? Veel getraind. Ja, dat zie je. Het resulteert direct in een tweede plek. Ja.
Nu die Mike van Vugten nog van de eerste kregen, hè? Ja, dat is waar. Dat is moeilijk, denk ik, hè, dit jaar. Nou, het kan nog wel lukken. Proficiat met die eerste plaats. De eerste BMC-wedstrijd dit jaar. Gaat gewoon zin om nog een keer te rijden, denk ik. Hè? Vooral. Jammer genoeg door de professionele verplichtingen op circuit. Niet veel weekends vrij dit jaar. Maar dit weekend was vrij en het was Kerpen. Wat toch altijd een tof circuit blijft. Mm-hmm. Dus van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog eens een wedstrijdje te komen rijden. Maar ik had dit weekend wel een hele paffe strategie. Je hebt zaterdag eigenlijk niet gereden. Nee. Veel te veel regen. En wisselvallig weer de hele tijd. Ik heb dan gekozen voor binnen te blijven. Waarom? Het had toch eigenlijk geen zin, omdat het circuit toch iedere keer altijd aan het passen was. Ja. Dus. Goeie beslissing, want uiteindelijk heb je toch nog de derde plaats gereden. Eigenlijk wel. Als ik achteraf kijk en de hele strategie bezie, dan is dat eigenlijk geslaagd. Ja. Voor mij alleszins. Ja. Ben je al tevreden van het weekend? Ja, zeer tevreden van het weekend. Ja. Dus, je hebt het echt gedomineerd, hè? Ik ga er natuurlijk volledig voor, hè. Ja. Ja. Nu had jij wel nieuwe tegenstand, Sam Klaas was het. Sam Klaas, een superpiloot, heel snel. Ja. Veel de rekening mee moeten houden. De eerste race waren we een beetje met een te hoge bandendruk begonnen. Waardoor wij eigenlijk zo gingen en Sam ging net andersop. Ja. Dan hebben we de banden een beetje vermassacreerd. Ja. De tweede race zijn we dan veel lager in bandendruk gegaan. Dan is het een beetje gelijk gebleven, maar ik moest toch wel hard pushen. Ja, ja, ja. Maar anders, je zag het, anders, het veld was niet uitgebreid, maar je hebt al gevochten. Maar we hebben er wel voor moeten gaan. Ja, 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 ja. Dat wel. Dag Sam. Dag Ben. Content? Ja, toch wel. Toch wel. Het was een weekend, voornamelijk voor te testen voor de Chrono over 2 weken. Ik heb gemerkt waar dat ik tekort kom en ik weet aan welke punten dat ik moet werken, dus ik ben zeer tevreden met het weekend.
Noah, congratulations, third place and first rookie. Yeah, first rookie is not important for me, but I think this weekend is quite good for the championship because I'm here to play the ticket for the Grand Finals, and you see Felix Wadji and Glenn Van Parijs are behind me. I won like 10 points on Wadji, so that's a good operation for me for the Grand Finals ticket. Yeah. Also, my pace in the training was not that good, so to be third, it's okay. Yes. We zitten weer op. De derde marge van de BMC is verreden hier in Kerpen. We hebben weer het een en ander meegemaakt. Gisteren zaterdag waren er een paar incidenten op de baan. Gelukkig is het met de piloot in kwestie allemaal goed afgelopen, maar wij hebben de wedstrijd moeten stilleggen. Helikopter erbij geweest, dus het was toch wel even hectisch. Vandaag is ook weer een niet normale racedag geweest. We hebben heel veel regen gehad op een gegeven moment, maar we hebben vooral heel veel zonneschijn gehad. En we hebben de wedstrijd vroegtijdig moeten stoppen omdat de afwatering op de baan niet voldoende was. We zien jullie de volgende keer weer terug. De volgende wedstrijd gaat zijn in Genk in augustus. We zien jullie daar.